Was je trouwens qua beeldvorming opgevallen dat Hoekstra een baard heeft nu? Ja, dat was mij opgevallen, ja. God, het staat iedereen vrij om precies alle haargroei te laten gaan waar die gaat. Ja, maar denk je niet in de politiek dat dat bewust is? Want je wordt natuurlijk constant gefotografeerd en je staat op de film. Ja, het is altijd bewust natuurlijk. Als je namelijk eerst altijd je hebt geschoren, dan is het bewust dat je een baard hebt. Ik heb geen baard. Ik zeg het maar even voor de zekerheid. Nee, luisteraars, ik heb geen baard. Ik heb aangroeisel. Maar ik heb geen bewuste baard. Ik heb een baard omdat ik in de tijd niet waar vond. Ik elektrisch scheren, dat irriteerde mijn huid enorm. Echt heel erg onaangenaam. Tegelijkertijd had ik een vrij zware baard. Toen heb ik het met een krabbertje geprobeerd. Dat leidde tot zwaar bloedende wonden, kan ik u verzekeren. Daar ben ik ook mee gestopt. Dus u moet mijn baard zien als een verschijnsel van machteloosheid. Zo moet u het zien. Af en toe knip ik het met een schaartje. Maar ik heb niet bewust een baard omdat ik denk dat dat leuk staat. Of omdat Willem-Alexander er ook een heeft. Of Wopke Hoekstra ook. Of wie dan ook maar. Of Sinterklaas. Ik heb een baard omdat het stomme haar gewoon uit mijn hoofd groeit. Dat was een vraag op Instagram nog van luisteraars. Die zeggen van: beste meneer Van Rossum, hoe onderhoudt u uw baard? Met een schaartje. Met een schaar dus. Ja. Maar je smeert er niet iets in. Nee, je smeert er. Bij de kapper willen ze ook altijd iets in je smeren. Ja, dat is ook, ja. Ja, dat insmeren met alle mensen die aan je hoofd zorgen, die wel altijd iets smeren. Iets in je hoofd, op je hoofd smeren, in je hoofd smeren. Ik wil niks. Ik wil ook geen zonnebrand. Anti-zonnebrand, dat wil ik ook niet. Aftersun. Zo vies, vind ik zoiets vies. Ja, aftersun, dat is me afgepakt in Calgary. Dat er 25 milliliter te veel in zat. Maar wanneer was de laatste keer dat je echt geen haargroei had? Want er is ook foto's van. De laatste keer dat ik mijn baard wel bewust heb afgeschoren, dat was het toen ik naar Amerika ging. Dus dat is 1974. Want er was mij verzekerd dat je, als je met zo'n baard kwam, dat je dan een beetje eruit gepikt en dan zagen ze je aan voor een gevaarlijke figuur. Dus ik dacht, nou ja, dat moeten we niet hebben als voor het eerst in Amerika. Dus ik had dat ding afgeschoren. En ik had zelfs mijn filishave meegenomen. Klote ding. Je begrijpt hoe dit afgelopen is. Ik werd er meteen uitgepikt. Ik heb anderhalf uur hebben ze mijn koffer hebben ze helemaal doorgerommeld. Ze hebben mijn filishave opengeschroefd. Ze dachten waarschijnlijk dat het een handgranaat was. En er stonden mensen die mij daar, waar ik daar gelogeerd heb aanvankelijk, die stonden mij op te wachten. Ze hadden ze nog nooit meegemaakt dat iemand zo onheus reeds meteen bij binnenkomst. En dat is altijd mijn ervaring in Amerika geweest. Ze hoeven me maar te zien en ze denken, oh jee, ook in Europa trouwens. De laatste reis niet. Ik heb al eens uitgelegd dat als je drugs wil smokkelen, ik weet niet of jij geïnteresseerd bent in drugsmokkel, dan kan ik je warm aanbevelen, zorg dat je een nieuwe auto hebt die er glanzend uitziet, goed schoongemaakt is, echt. Zorg dat je, of het je eigen vrouw is, doet er niet veel toe, een aantrekkelijke vrouw zit naast je en twee opgewekte lachende kindertjes zitten achterin en spelen Halma of zoiets dergelijks. Dan kan ik je garanderen dat je aan geen enkele Europese grens zul je aangehouden worden en onderzocht worden en stapt u eens even uit en wat zit er onder die stoelen, dat krijgt u allemaal niet. Nu ga je alleen. En je ziet eruit zoals ik. En je gaat niet bij zo'n hele grote grensovergang waar je gewoon door kan jassen, maar je gaat in Limburg de grens over. Ik had inderdaad, ik heb nooit mijn auto's ergens netjes schoongemaakt, een hele stoffige AMI 8 had ik. Was een soort van reuze eend. En ik wist het, ik reed graag door de Eifel omdat het een prachtig landschap is. En dan kom je vanzelf uit ergens dan in Midden-Limburg, kom je weer in Nederland terug. Altijd hetzelfde liedje. Gaat u maar eens even, zet u de auto maar even achter het gebouwtje. Daar heb ik toch ook, ik had zo'n pak bij met Dots, weet je wel. En wat zit erin? Ik zei, nou, dat staat erop, Dots. En daar zit, ja, maar zou u die zakken eens even open willen maken? Zeg, ja, wacht nou even, maar dan wordt het wel oud. Natuurlijk, jij hebt niks mee te maken, meneer. Dat is, hè, we hebben niks mee te maken, meneer. Dus ik heb, ja, voor mijn goede gedrag een zak Dots open moeten rukken waar ze aan geroken hebben.
Toen vonden ze toen dat naar hun idee rook het inderdaad naar Dots. Dat ze daar een speciale neus voor hadden voor Dots, ik zou je niet kunnen zeggen. Man, waar ik niet aangehouden ben met die stoffige eend van mij. Altijd in mijn eentje. Ben ik ooit aangehouden met vrouwen en kinderen? Never, nooit niet. Nooit. Waar dan ook maar. Maar nu ik niet. Ben aan de Joegoslavische grens. Een drama werkelijk. Overal hebben ze gekeken onder de motorkap. Ze hebben onder de stoelen gevoeld. Nou, het was echt... Maar het is niet zo dat bij de Amerika-reis ging. Heb je toch verteld van die hotels? Of niet? Heb ik toch verteld? Wanneer? Nee, dat als ik... Toen wij jong waren, nog geen kinderen hadden... Dan deden we altijd in mei een soort van... Reden we maar zo'n beetje door Europa heen. Om te kijken waar we terecht kwamen. Ja. En dat ik dan die kamers ging vragen. Nee, we hadden nooit een kamer. Het was fasching. Ze hadden de kamers werden verbouwd. Er was altijd wat... Het was net afgebrand, weet ik veel wat het was. Ja, dat vond het zo raar. En dan bijvoorbeeld in mei, het was ook niet het hoogseizoen, want we gingen altijd buiten, omdat je nog geen kinderen hebt, kun je buiten het hoogseizoen. Tot ik zei, ja, het is zo, ga jij nou eens, zei ik tegen mijn vrouw. Ja, zij ging in. We hebben nooit meer een probleem gehad. We hadden altijd kamers. Fasching bleek niet te bestaan. De verbouwing was klaar, het was kortom. Ja, het was ongelooflijk werkelijk. En dat dus het leuke was natuurlijk dan, dat mijn vrouw dan zo'n kamer geboekt had in zo'n Oostenrijks klotenhotel. En dat ik dan met het koffertje kwam. Hè. En dan zag je ze denken, oh god, oh god, oh god. Ja, wat is dit, een internationale crimineel. Ja, waarschijnlijk een bendeleider. Ja, je weet hoe onschuldig en vrolijk ik eruit zie. Ja. Op festivals heb je dat altijd, hè? Dat mensen hele zakken met drugs en pillen en cocaïne mee naar binnen willen smokkelen. Op de festivals waar we het net over hadden. Zou ik ook zeggen, neem een knappe vrouw. Zorg dat je begeleid wordt door een knappe vrouw. Nee, maar je wordt gefouilleerd daar. Die de tent afleidt. Hè? Je wordt helemaal... Denk aan die scène in The Longest Day. Hè? Ja. Een hele kar vol met neergeschoten piloten. En eerst komt die juffrouw met zo'n beetje zo'n open blouse en zo. En die gaat maken een lollig gesprekje met de Duitse soldaten. Ja, zijn ook maar jonge jongens. En ondertussen piept die kar voorbij met al die piloten erin. En dan stapt ze weer op de fiets. En... Ja. En kennelijk is dit een zaak van alle tijden. Ja. Ja. Als je het gezag wil misleiden, dan moet je dus... Ja. Waar bestaat de wereld uit profiling? Hè? Ik kan je verzekeren dat ik zelfs als ik naar een winkel zou gaan... Ik zou mijn best doen dat ik daar ook verdacht word en nu toch niet meer. Nu is ergens, heb je Van Rossum. Ja, dat is wat anders. Nu heb je dat gedonden, want het is Van Rossum. Ja, dat is waar. Die van de slimste. Ja. Ja. Ja, ja. Maar goed, voordat ik dus niet bekend was, was dit mijn levenslot. En nog veel gekker is, mijn vader had hetzelfde probleem. En die had nou een grote snor en betrekkelijk lang haar, zeker in de jaren 50. Dus god, allemaal. Vroeger kwam de douane al in de trein. Dus als je met de trein naar Parijs ging, wat wij ooit deden als gezin... dan moest mijn vader, die werd er meteen uitgepikt. En hij moest ook de boel openmaken en zo. En, nou ja, allemaal profiling. Profiling is van alle tijden. Profiling is dat je, als je iets wilt doen wat absoluut verboden is, zorg dat je er zo burgerlijk en zo mooi en zo netjes en zo fijn en zo algemeen aanvaard mogelijk uitziet.